Tom, Tom, Tom. I feel paralyzed. Welkom, dames en heren, bij Lon Discord aflevering 19. Het moment is gebeurd. De 25.000ste bezoeker. We hebben ondertussen al 25.022. Is gisteravond op vrijdag rond 10 uur s'avonds gejoined en hier iets staan in verband met proberen en zal er vanavond geen livestream komen op de server. Dat houdt niet in dat we niks gaan doen om 19 uur. Kom gerust langs en je niet. Nou, dan hebben we die glitcher. Ja, dat is gewoon echt een glitcher. Ik maak er geen grap over, maar dat is gewoon echt een glitcher. Die glitch overal door. Laten wij eens even verder doen, want er zijn tal van nieuwe dingetjes in Disneycraft. Om te beginnen gaan we eens even kijken. Was wij. Ga weg. Hier komen mijn chunks laten heel traag. Je ziet nog allemaal minecarts, maar dat is van dit. Er zijn dus fonteintjes en ik vind ze. Lama! De lama is gejoined. De lama is gejoined. De lama is gejoined. Mijn chunks laden is dus heel traag hier en dat is heel kut. Excuseer. Wat er ook nieuw is. Excuseer. Is dat het kasteel eigenlijk een beetje. Ja, het kasteel, het hotel zeg maar, een beetje een nieuw kleurtje heeft gekregen. Het heeft geen wol meer, maar het vroeger was het gewoon roze wol. En als je gelijk. Vroeger was het roze wol. En nu is het op wie heeft ze nu? Oké. Ja, zoals ze. Op de dag hebben we ook nieuwe dingen gekregen. Hier hebben ze een nieuwe klei. Het is allemaal klei. Vroeger was het allemaal wol. Het is nu maar klei. Next, wat nog is. Er was juist een huisje met zo'n dik. Oh ja, hier, dat hebben ze ook even wol van gemaakt. Voor de rest eigenlijk, ik weet niet. Voor de rest weet ik eigenlijk niet echt wat nieuw is. Ja, een nieuwe poe, ik ben niet de poe ambitie. Ik kan meeluisteren. Dames en heren, wij gaan hier even eruit. Ik zie jullie zo terug. En we zijn er dus weer. Brit is niet hier. Bij het kasteel. Komt u even tot hier. Komt u tot hier. Even wachten. Ja, daar is hij. Ik zie ze. Hallo. En ze kan dus horen, maar ze mag niet praten met mij. Nee, dat mag ze niet. Dat mag ze niet. Als ze dat wel doet, dan krijgt ze straf. Ja, stinker. Heb je een steen klaar, maar. We gaan eens kijken. Wat kunnen we eventueel doen in die Indiana Jones opent. Dat ga ik denk ik niet in. Wat is nieuw? Er is niet echt iets nieuws wat ik weet. Weet jij iets nieuws? Wat is nieuw? Weet jij dat? Weet jij dat? Simba hebben we al gedaan. We hebben al gedaan. Simba hebben we al gedaan. Simba heb ik al gedaan. De wat, ja. Vertel het. De lama. Ja, die hebben niet, sorry. Maar ja. Jammer hè. We hebben de lama hebben niet. Wat kunnen we eventueel wel doen? Ik heb Sky berichten. Ik wil even mee wachten met antwoorden. Wat hebben we nog? Wat kunnen we wel doen? De Jafar misschien. De Jafar kunnen we eventueel wel doen. Die hebben alles gedaan, maar die heeft nu nieuwe dingen. Dus als Brit die even opent. Vraag van Jafar. Ja, wil jij die open doen? Dank u. Nou. Ja, ik heb lag. Godverdomme. Er staat weer te veel open denk ik op mijn PC. Hashtag, ik weet het. Jafar, die draaide vandaag, heb ik die ogen geopend, volle capaciteit, 5 van de 5 kaartjes waren geïngrangeerd en hij liep dus echt volle capaciteit op. Jafar is dus een beetje vernieuwd met die doekjes, ik zal dus even laten zien.
koppen naar dingen en rangeer een karretje. Oké, het licht gaat nu allemaal aan. Kijk goed naar die doeken. Er is een karretje gerangeerd, die doekjes gaan open. En dat is heel erg leuk. Dit is echt gewoon... Ja, dat is iets nieuws. We wachten eens even op een karretje. Zo. Zit erin. Ik zit in een karretje. Wat doe je? Niets kapot maken. Dat mag niet. Oké. Okay. Daarvoor heeft dus wat nieuwe effectjes. En Rut gaat nog mee. Ja, zo heb ik gelopen dan. Waarom vraagt iemand dus Vincent Miro in de kent? The fuck. Dat was dus het eerste effect. We gaan het even stil maken voor dit. Voor deze ride, zeg maar. En de ervaring is dus geblaseerd. Ja. Gebaseerd op de. Zeg het. Ik ben de naam kwijt. Op de. No, uit de Efteling. Ah! Ik ben de naam kwijt. Hoe heet je weer? Uit de Efteling. Niet de vraag van je vader is hier, maar daar heet dat. Fata Morgana. Ja. Ik moest even zoeken. Fata Morgana. Hehe. Wat een boer. En Fata Morgana. Dat is de naam. Ik was hem even kwijt. Kijk, we shiften een kaartje. Dennis, nieuwe effecten zijn toegevoegd. Er zijn ook deuren, nieuwe poorten. Er zijn nieuwe poorten die Leroy heeft gemaakt. Volgens mij heeft Leroy het ook gemaakt. Ik ga er wel vanuit. Van wel. De wacht nog altijd. Maar ja, de school is terug begonnen helaas. En voor sommigen is het misschien wel wennen. Dat het nu alleen op maandag, woensdag, vrijdag en zondag een video is. En niet meer maandag, dinsdag, woensdag, zondag, vrijdag, maar op zondag. Want ja, niet dat het te druk werd, maar sommige series zijn dus weg. Ik dacht al, waar is veel waar ik met het maar een effect. Robin. En ja, dit is zeg maar gebaseerd, of ja, stijl is zeg maar hetzelfde als de Fata Morgana. Met dat... eraan gezeten. Knopjes duwen. Shit, we konden er niet bij. Iemand heeft eraan gezeten. Kijk, dit is dus zo'n poort. Die gaat dus dadelijk open. Die gaat nu dadelijk open. Als we hier op deze ding zitten. Ook maar heel nipjes gaat die open op tijd. Ja. Ja. We hebben nog zo'n poort volgens mij. Maar ik weet wel, de één scène die ken ik nu ondertussen wel uit mijn hoofd. Dat is dus de scène met, ik weet niet wat ik moet voorstellen, een leeuw of zo, maar het spuwt vuur. En dat is dus de eindscène. Ja. En dit is zeg maar zo'n scène van slaapjes. Hier hoor jij goed thuis denk ik, hè? Ja. Rut hoort hier goed thuis. Rut gaat daar, oh shit, denk ik. Rut gaat hier aan het rad draaien. Ja. Rad draaien. Nu. Ja, ik ook een boel. Oké. Maar ja. We zien nu dat ik 9100 aan coins heb. Die denken van, nou, je hebt nu live gespeeld. Nee, gisteren toen de 25.000 bezoekers gekomen. Je verliest al iets van 150 coins in totaal dan. En ja, 125 of 175 coins. Gewoon gegeven aan iedereen aan. Ik zit dus bijna aan 10.000. Want ik heb die 10.000 niet gekregen aangezien ik de hele periode veel heb gekocht. Dat is wel jammer. Maar ja, we gaan ver door. In de wraak van die van Jafar. Daar moet ik even twijfelen. In de wraak van Jafar. Jafar is gewoon de wraak. Hier hebben we weer zo'n deur. En ja, die zijn ook heel mooi. En die kleine chestjes. Chest. Yes, vind ik ook zo schattig. De raarste naam vind ik dit. Weet ik gewoon echt. De raarste naam vind ik dat. Op die boot kan je komen, maar dan moet je even vragen als je de achter de scherm tour mag doen. Ik heb die gisteren gedaan met iemand. Twee mensen en Leroy heb ik achter de scherm toe van die ervaren heb ik dat gedaan. Waar heb ik dat nog gedaan? Van de... Weet je, Disney Tour heb ik dat gedaan. Dat was echt wel mooi om een Disney Tour te zien. Want Jafar had ik al een keertje gezien. Disney Tour nog niet. En ja, onder Disney Tour kwam ik in één keer een heel lege ruimte uit onderin. Dus onder de scène van de trap. Dus je gaat daar eens die trap op, die nieuwe trap. Daar onderin liggen een beetje redstone.
En dit is de eindscène dus. Ja, ik weet niet wat het eigenlijk nu goed zelf maakt. Wat is het eigenlijk? Wat is dit? Wat is dat? Zit je, ben jij dat? Hij lijkt er wel weer op. Era, geestig, wat? Maar ja, het is, we gaan worden eruit gegooid, dadelijk eruit geteleporteerd en de karretjes gaan vanzelf weg. Als ze de attractie uitzetten, mensen zakken die aanzet rijden ze door. Maar de attractie is nu gesloten, dus de karretjes zullen hier dadelijk, als wij eruit worden geëject, verdwijnen. Let goed op. Ching, toen waren ze kapot. Goed, we gaan terug naar het normale themagebied. Oh, dat is er niet. Dat is ook niet op. We gaan terug naar het normale themagebied, te voet. We gaan niet vliegen, we gaan te voet. Ja, we gaan te voet. We gaan de weg proberen te zoeken, te voet. Door Arabië gaan we eens te voet lopen. Want Arabië is eigenlijk nog altijd, iedere keer worden er nieuwe dingetjes gebouwd. En dit is een heel mooi gebied, vind ik, Arabië. Of ja, Arabië niet alleen, het is allemaal mooi. Maar Arabië is, vind ik, echt een heel mooi gebied. Qua huisjes en de stijl, dat is allemaal heel mooi, dat vind je niet vaak terug. En ja, dan heb ik natuurlijk het compliment aan het bootteam en wie aan Arabië bouwt. Natuurlijk, iedereen heeft aan Arabië gebouwd. Als je een Disney Cup 100 hebt gekeken, zag je dat iedereen aan Arabië heeft gebouwd voor 2.0. Maar eigenlijk het laatste wat ik weet dat die gebouwd heeft, dat is Vincent en Irma. En volgens mij hebben we de poort gewonnen. Volgens mij is dit de... Nee, dat is niet de poort. Shit, waar is de poort? Dat was de poort naar de plaats. We moeten de poort naar de plaats zoeken. Die is hier ergens, maar waar? Nou, we gaan niet waarop laten. Nee, dat doen we niet. Volgens mij heb ik hem hier. Ja, ik heb hem gevonden. En Brit is helaas jammer. Nee, wat? Oké, we zijn dus aan de plaats en we kunnen naar het avontuurgebied of we gaan naar het land. Dus waar gaan we naartoe, Brit? Waar gaan we naartoe? Naar daar? Oké, we gaan naar daar. We gaan naar het avonturengebied. En in het avonturengebied, daar vinden wij ook een aantal attracties terug. Zoals de Stone Slider die wij gaan doen vandaag. En volgende week doen wij dan de Indiana Jones. De weg. Is niet langs hier. Nee, de weg is langs hier. Ik ga hier via het parkje. De weg is langs hier. Het parkje. En Indiana Jones is een heel erg leuke attractie. Maar de Stone Slider is eentje die 24/24, 7 op 7, 365, 365 of 366 of 366 draait. Vroeger was het een attractie die moest bestuurd worden, maar nu is het dus een automatische attractie geworden. En het is een heel erg leuke achtbaan, een hangende achtbaan. En die hebben in Disney Craft niet echt veel, dit is eigenlijk helemaal bekend. Volgens mij is het de hangende. Nee, dit is echt de hangende achtbaan. Maar we hebben dan de Wonderworld en de attractie onder het kasteel, van de naam kwijt. Die zijn ook hangend, maar dat zijn dan zeg Disney World, ja. Bedankt voor de naam. Snel, Brit, karretjes! Brit is te laat. Brit is te laat. Brit is niet te laat. Stone Slider dus. Heel erg leuk achtbaan. Tje. Ik vind het eigenlijk wel een heel leuk achtbaan. Ja, Stone Slider. Leuk achtbaantje. Heel erg leuk. Ik heb het nog niet zo vaak gedaan, maar ja. Hangt aan je hoofd. Ja, eigenlijk wel, ja. Je hoofd is zeg maar de rail. Goed, ja, ik snap niet, want bij Wonderworld zie je wel, de koppels en walls die als de ophanging, zeg maar, van de achtbaan aan de rails doen. Maar hier klopt het niet, want you are not permitted to this arena. Dat jij gesmelde dadelijk aan de bier, als er iets zit ofzo. Dat klopt toch niet, volgens mij. Volgens mij klopt dat niet daar, dat you are not permitted to this arena. Area, dat klopt volgens mij helemaal niet. Oké, Stone Slider. Dit is eigenlijk een achtbaan die begint uit het station. Oh, leuk. Jij had lag. Ik niet. Nu heb ik wel lag. Ah, kut. Maar Stone Slider begint uit het station en met bollen. Zeg maar afbollen die geen toetakeling. Dit is eigenlijk een van de weinige achtbanen. Dit is de kracht van de achtbanen. Dit is bijna denk ik de één. Een heel kort achtbaan. Hij valt op het einde nog een toetakeling, maar we staan stil. We zitten vast. Denk ik. Nee, we gaan verder. Super. We gaan weer verder. En dan ronden wij dadelijk af. Of beter doen we nog. Mag zo zeggen. Maar Brits, jij doet dadelijk even de Indiana Jones open en dan gaan we volgende week naar een ander thema gaan.
Indians. Maar nu doen we nog Indiana Jones als afsluitertje van deze Lone Discraft. Oh ja, ja, dat doen we. Dat doen we. Als jij dat niet doet, dan ga je iets meer maken. Ik ga net dus staan voor de Indiana Jones. En als ik je mag broadcasten als ik erin zit, ik ga even zeggen, ik ben voor opnames in de Indiana Jones. Kom, ja. Ik hou even op aan de C. Dan ga ik nu wachten tot ik voor het programma Brit. Open die handel. Open het. Open het. Open het. Nu. Dankjewel. Ik ga in het kaartje zitten. Vooraan. En dan wacht jij even, Brit. Dan ga ik hem nu zo doen. Ja, waarop namens Indiana Jones. Kom snel. Nu ben ik benieuwd waar mensen komen. We gaan op die fijne op Indiana Jones NPC. Want daar komen ze dus. Nu ben ik benieuwd. Je mag broadcasten. Je mag ook even broadcasten. Ja, broadcasten. Maar AIB, broadcasten. Ja, goed zo. Twee keer zo houden. Ik heb nog eens type. Doe rustig. Roestig. Nou, ik weet niet hoe je roestig moet doen, maar ja. Dat zou ik toch liever niet willen, roestig. Komt er rechtstreeks niemand? Als er iemand komt. Ah wel, die Red Thrones One. Ik dacht dat het NPC was, maar die komt dus niet. Ja. Die komt nog, dan daarna. Oh, Kevin is er ook. Hallo Kevin. Hallo Kevin. Ja Kevin, dat zit een bolletje. Jammer hè. Jammer hè Kevin. Oké. Nee Kevin. Nee Kevin. Mag niet. Oh. Mag niet. Oké. Start de magiehandel. Oh. Start die handel. Nu. Starten. Wat dan start. Kan ik die rollers hebben? Is in een kaartje. Dat mag niet. Heb je gesloten, Brit? Heb je al gesloten, Brit? Als je niet hebt gesloten, Brit. Als je niet gesloten hebt, Brit. Afsluiten. Afsluiten. Hij was dus wel gesloten, volgens mij. Voilà. We zitten dus nu toch met 4. Leuk. Ik heb het al eens kunnen fixen, die volgers. Oh nee, ik dacht Kevin ook zat. Oh Kevin, waarom ga je niet zo? Maar goed, wij gaan dus als afsluiter van deze aflevering Indiana Jones doen. Zo gegriefd. Kan hier een rein krijgen. Zonder, ja, tips kunnen niet bouwen of slopen. We hebben alleen permissions voor knopjes en hendels en deur op te doen. Ja, dat is het. Dat kunnen wij ook niet. En vliegen. En we kunnen servers. Ja, oké, we hebben het toch wel weer. Ik krijg er weer een vraag. Ja. Op veel zet ik ons niet. Waarom zet ik weer? Het is niet. Je houdt van zoveel, maar deuren, ja. Houd ook van dames. Als ik dat doe. Lama's, dat wist iedereen hoor. Lama's, dat wisten de weten de meeste mensen op. Ik heb van lama's gehoord. Van lama's. Maar, chill. Ik weet niet dat je allemaal dat is. Daar is een kijken naar de opname. Hij is gelijk. Sorry mensen. Dat is ook een lama. Nee, dat is niet waar. Ik ben geen lama. Ik ben geen lama. Nee. Oké, de tweede zijn er binnen. Goed, de tweede is Jawoel. Jawoel, ga jij Duits beginnen? Ga jij Duits praten? Ga jij Duits praten? Nein, meine kleine Freund. Nein, niet Duits praten, want ik versta dat niet. Nein. Goed, oude zoek. Niet Duits praten, ja? Niet doen, ja? Niet. Nops, nee, niet. Geen Duits praten, Brit. Niet. Alsjeblieft, niet. Doen. Want anders... niet. Dat gaat sowieso niet goed. Oké. Okay. Ja, dan hou het maar op Nederlands. Ja, ABN, AIB. We wachten altijd op 200 achievement en die gaan we dan samen zoeken. Je moet onthouden dat we die samen gaan zoeken. De 200 achievement gaan we samen zoeken. Kijk hoe grappig dit is, jongens. We shiften in een karretje. We zoeken in een karretje. We shiften in een karretje.
Maar goed, we zijn dus aan het einde van deze aflevering gekomen. Ik dank jullie voor het kijken. Ik dank Britt voor het openen van de attracties. En voor het meelopen naar een kleine break. Dus nou, voor het meelopen, als het ding even doorgaat, kunnen we eruit. Dank u wel. En dan vreet je koptelefoon. Ik heb op een momentje net zijn op. Zet jullie DS. Oké, we zetten eruit. Ik wil eruit. Nu. Eruit. AIB. Uit. Dank u. Red, hier komen. Staan. Langs mij. Nu. Nu. Langs mij. Voor mij. Ook goed. En Kevin mag ook. Graag zijn Kevin. Dames en heren. Hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van Lolen Disney Plat. Volgende week gaan we naar een ander themagebied. Wat dat gaat zijn, dat weet ik niet. Dat gaan we dan wel kiezen. We hebben dus een keuze uit 3 themagebieden. We gaan even naar Dorp Plaza. Plaza. Staat die waar niet? Disney Plaza. Oh, ik denk Disney Plaza. Ik denk dat het Plaza was. Maar we kunnen dus volgende week kiezen uit Atlantis, uit de Wilde Westen. Uit dat daar zijn we dus gezien in Arabië hebben ook gedaan. Dus we toch kiezen of Wilde Westen of Atlantica. Dat zullen we dan wel zien. Dames en heren, tot volgende week. Ja, Britt, we weten het. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Wolf in Disneykracht.